Goedendag, mijn naam is Afrika, ik heb een taal van een functie hier. Een grafiek van een functie hier. Hier de x-as, de y-as. Ja. Hier ligt plus oneindig, hier ligt min oneindig. Als je kijkt van links naar rechts, dan merk je bijvoorbeeld in dit interval hier, van hier tot daar, ja, daalt die functie. Die gaat naar beneden, dat is mijn dalen. Dus als je naar beneden gaat, in een functie, van links naar rechts gekeken, daalt de functie. Dat is een dalende functie, dalend part daar. Altijd kijken van links naar rechts. Formule betekent in feite, dat je hebt een interval A, B, dit noemen we het A, punt A, B. Ja, zodanig, als je twee punten neemt, dus voor alle x, y element van AB, als x kleiner dan y is, ja, dan is f van x groter dan f van y. Het teken wordt omgedraaid bij f van x. Ja, je merkt hier bijvoorbeeld, hier, het eerste punt, dit is x hier, hier heb je y, dus dan is x kleiner dan y, merk je. Maar dan merk je dat f van x hierboven ligt, f van y naar beneden, dan is f van x groter dan y. Dus je merkt, het teken verandert hiervan de richting, van klein naar groter. Dat is dus dalen van een functie. Dus f van x groter dan f van y als x kleiner dan y is. Ja? Dus hier gedefinieerd, groter, kleiner wordt groter. Nu, een functie waarop betekent in feite, ja, je hebt hier je punt a, f van a, begininterval, punt en eindpunt b, f van b. Dan merk je dat je daalt, en daal in die richting betekent een pijl naar beneden in deze volgorde. Kijk goed, je tekent van links naar rechts een dalende pijl naar beneden. Ja? Als het wat betekent dat, f van x daalt, interval AB. We gebruiken alleen de x-waarde ervan, dus daalt in het interval AB. Nu, wat betekent dit in het algemeen? Betekent dat afgeleiden in het punt M, of afgeleiden in het punt van x, is kleiner dan 0. Dat is voor een andere video, dus deze video. Hier gewoon taal van een functie. Dankjewel, bye bye. Ik maak me veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.